Het laatste nieuws uit Middelstum. Dit is Middelstum TV. Ja, nou, er was ons gevraagd om iets te vertellen over onze verbouwing hier. En ja, het oude huiskamercafé is natuurlijk een heel apart ding, een apart gebouw. Een begrip. Iets waar heel veel mensen herinneringen aan hebben. En dat is ook iets waar je dus niet zomaar aan gaat zitten. Alleen door de staat van onderhoud en door de aardbevingsschade moeten we nou dingen gaan doen hier. Omdat het anders gaat het pand, stort het op een gegeven moment gewoon in. En een van de dingen, de restauratietechniek die we gebruiken, die gebruikt wordt door de experts om in zo'n oud huis de scheuren te herstellen, is het injecteren met kalkmortel. En daarvoor moet je van twee kanten bij de muur kunnen. Dus dan gaat de binnenbetimmering, die moet weg. Ja, en dan kom je bij de volgende vraag, wat doe je dan? Ja, als de schrootjes weg zijn inderdaad. Maar dat weten we eigenlijk ook nog niet precies. We willen dus, we gaan heel erg proberen om zo min mogelijk grote veranderingen te doen in het café. En we moeten gewoon een beetje kijken met wat er tevoorschijn komt, wat het wordt. Hetzelfde de achterkamer, daar zijn we dus al begonnen. En daar hebben we de plafondplaten verwijderd. En daar kwam ineens een ontzettend mooie plafondschildering tevoorschijn. Die een beetje in blauwige tinten is. Dat is opeens dan leidend voor wat je gaat doen. Dus we weten eigenlijk nog niet precies. We hebben niet al een plan hoe het precies gaat worden, maar we willen proberen natuurlijk om zo min mogelijk grote veranderingen te doen en vooral om de sfeer heel erg hetzelfde te houden. Ja, kijk, en een heleboel dingen blijven ook, gewoon zoals de kastenwand en de bedsteden, daar komen we helemaal niet aan. En alle betimmering die er zit, dus de vensterbank, dat hebben we achter ook gedaan, die halen we heel voorzichtig weg en die wordt eigenlijk allemaal weer teruggeplaatst. Dus dan ja, zo proberen we zoveel mogelijk elementen te behouden. En ik denk dat je zo ook een groot deel van de sfeer behoudt. Het wordt gewoon heel spannend en we gaan het zien. Volgend voorjaar zijn we weer open en dan houden we wel weer een openingsfeestje. En wat we wel doen is dat, kijk, iedereen die voegt iets toe aan het huis. Tienes en Eke hebben dat gedaan. Dus wij gaan, als je toch de muur eraf hebt, een beetje isoleren. Dat is alleen maar prettig. En zo krijg je stapje voor stapje krijg je wel een iets ander huis, maar de sfeer van het huis blijft hetzelfde.